Het artiestenfestival wordt mede mogelijk gemaakt door Ears for You. Goedemiddag, jongen. Ja, een hele goede middag. Het is even geleden natuurlijk, hè? Dat is heel lang geleden volgens mij al. Ja, voor de laatste keer dat ik je gezien heb, dat was toen ik een klein mannetje was. Toen ik net mijn album uit had. Ja, maar zoveel ben je nog niet gegroeid, toch? Nou, wel in de breedte. Ja, dat probleem heb ik ook, maar ja, daar doe je niks aan. Dat is alleen maar gezondheid. Dat zeker. Ja. Maar je bent nog steeds druk bezig in de muziek. Zoals het er nu naar uitziet wel, gelukkig. Veel optredens, tegenwoordig ook de promotour van de nieuwe single natuurlijk.
opnieuw. Ja, oké, ga maar door. Natuurlijk, de nieuwe promotour die is op dit moment bezig. En dat is van Voel jij ook wat ik voel? Die ik zo meteen ook live ga doen. En die loopt ook heel erg lekker. Het klinkt toch heel goed? Ja, het is echt totaal iets anders. Ik wilde eigenlijk een beetje in de stijl van Tino Martin een eigen ballad gaan maken. En ik heb er samen met Kees Tel natuurlijk voor gezeten. En dat is heel erg goed gekomen. Ja, ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik jou had. En toen zag ik jou. En dan hoorde ik jouw stem. En ik kon die combinatie niet leggen. Ja, dat krijg ik vaak te horen. Zeker omdat ik natuurlijk niet een van de grootste ben. En ook niet een van de breedste. Nee, maar je hebt een fantastische stem. Een mooie, warme stem. En ook een vrij zware. Iets wat je normaal bij Django Wagner of zo zou verwachten. Ja, inderdaad. Dat verwacht je helemaal niet. Dat klopt. Dat had ik de eerste keer dus ook. Maar ik heb heel veel nummers van je geluisterd inmiddels. Maar ze klinken allemaal fantastisch. Ja, ik probeer met elk liedje wat ik maak, probeer ik wel eigenlijk weer wat anders uit. Want ik wil de mensen natuurlijk blijven verrassen. Ik wil niet continu met hetzelfde blijven komen. Maar wel dat ik zoiets heb van, ja, kijk, ik heb totaal iets neergezet. Het is echt typisch iets wat mij eigenlijk staat, dus Billboard. En ja, uiteindelijk wat ik het belangrijkste vind, dat mensen het snel mee kunnen zingen, sneller op mee kunnen dansen en dat ze het onthouden. Ja. Je hebt volledige inspraak in je eigen nummers? Tegenwoordig de meeste liedjes die ik maak, die schrijf ik zelf. Die componeer ik zelf gedeeltelijk, dus de demo's die maak ik thuis. Daarmee ga je naar Kees Tel, de maker van Maak Me Gek, natuurlijk diverse René Schuurmans hits heeft hij gemaakt. En ook bijvoorbeeld voor Janneke Dro. Maar uiteindelijk, ja, ik kom met die demo aan en dan is het de vraag van, gaat Kees hem afmaken of niet? Dus dan vraag ik van, ja, vind je het iets als niets is, dan gaan we gewoon opnieuw beginnen. Maar vind je het wel iets, dan wordt het gewoon afgewerkt. Ja. Maar het klinkt allemaal goed hoor. Gelukkig wel, ja. Nou, ik wens je heel veel succes hier vanmiddag. Dankjewel. En goede reis terug. Bedankt alvast. Een man, een vaste huiszanger van de skihut Rotterdam. En zo gaat hij door het hele land heen. Van Winterberg tot aan Amsterdam. Door het hele land heen met zijn vele optredens. Is het zo'n man die lekker aan het knallen is. Als echte feestartiest. Ontvangen we een zinnig applaus. Hier is Wilbert Pigmans. Eens even kijken wat die verliefde mensen zijn. Dat ze binnen zijn natuurlijk. Dat ik je daar zag staan, daar in het schemerlicht, een lach op jouw gezicht. De zon die was pas net ondergegaan. Het leek wel op een droom, zo mooi was jij gewoon. En toen de sterren kwamen, waren wij er samen. Ik hield je vast en keek je aan en vroeg aan jou. En dan gaan we. Voel jij ook wat ik voel? Zou dit soms liefde zijn? Steeds als ik bij je ben, krijg ik de kriebels. Mijn hart dat slaat op hol, dat komt alleen door jou. Ogen kan ik niet weerstaan. Voel jij ook wat ik voel? Zou dit soms liefde zijn? Is dit wat men bedoelt met ware liefde? Ik heb nooit geweten dat het zo intens kon zijn. Nu weet ik het zeker, ik hou alleen van jou. Echt waar hoor. Het was niet eens de allereerste keer dat jij hier bij me was. Maar ik besefte pas dat er iets speciaals was tussen jou en mij. Iets wat ik eerder nooit bij een ander had gevoeld. En toen de sterren kwamen, waren wij er samen. Ik hield je vast en keek je aan en vroeg aan jou. Nou, vrouw, nog één keer dan. Voel jij ook wat ik voel?
zou dit soms liefde zijn? Steeds als ik bij je ben, krijg ik de kriebels. Mijn hart dat slaat er vol, dat komt alleen door jou. Die blik in jouw ogen kan ik niet weerstaan. Voel jij ook wat ik voel? Zou dit soms liefde zijn? Is dit wat men bedoelt met waar? Zo intens kon zijn. Nu weet ik het zeker. Ik hou alleen van jou. Niet is echt de liefde. Ik heb nooit geweten dat het zo intens kon zijn. Ja, mijn nieuwe single Voel jij ook wat ik voel? Maria Goze, welkom. Welkom, ja, dankjewel. Ja, ik ben blij dat je er bent. Uit Kampen kom je, als ik dat goed heb? Ja, uit Kampen, ja. Ik moest even 1:20 rijden, maar dat maakt niet uit. Heb ik er wel voor over, hoor. Dus. Zijn er die langer hebben gereden, hoor, vandaag? Ja, dat geloof ik, dat geloof ik. Ja, sommigen die moeten misschien wel meer dan 2 uur rijden, maar... Al lang in de muziek? Ergens tegen... Kijk, in 2005 ongeveer ben ik begonnen met echt muziek maken in ieder geval. Ja, maar vroeger stond je voor in de bus te zingen. Ja, dat klopt. Ja, oh, dat vond ik zo leuk. En dan gingen we naar Spanje toe. En dan onderweg, zeg maar, dan pakte ik de microfoon van de buschauffeur. En dan ging ik gewoon alle liedjes meezingen. Ja, leuk als er stemmingsmaker bij is onderweg. Ja, oh, ja, op een gegeven moment waren ze denk ik wel een beetje zat van. Wat ik me wel voor kan stellen. Maar toen klonk het nog niet zo goed? Of? Oh, vast wel. Ja, weet ik eigenlijk niet als ik terugkijk. Ik heb er ook geen opnames van, maar ja... Jammer eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk vind ik dat best wel jammer, ja, dat ik dat niet heb, ja. Ja, maar ja, tegenwoordig iedereen een telefoon en neemt alles op. En toen in die tijd was het niet zo. Ja, toen nog niet. Nee. Zelfs hoeveel... toen ik een puber was niet, dus nee. Hoeveel nummers heb je inmiddels uitgebracht? Ik heb de eerste 3 liedjes heb ik bij John Hayes uitgebracht. Dat was 1 dag met jou in paradijs, waarom toch dromen? En het kan maar 30 zoals 18 zijn. En 2017 heb ik mijn eerste liedje bij Martin opgenomen. Dat is Zweef op de wind. Gevolgd door Waar ben je? Bandido. En nu je vader is hier. Ja. Dus, nou, dat is hartstikke leuk. Ja. Leuk. En welke ga je hier vanmiddag doen? Ik ga Zweef op de wind en Je vader is hier zingen. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes hier vanmiddag. Nou, dankjewel. Dank. Alsjeblieft. Dankjewel, Jozef. En jou, hoor. Ze staat alweer klaar op het podium. Want hoe fijn is dat als kleine meid al lekker geïnteresseerd in de muziek. Op 2008 kwam haar eerste single. Maar misschien dat iedereen door het hele land haar wel zou kunnen kennen. Van haar deelname aan The Voice of Holland. Daar zat zij in het team van Nick en Simon. En uiteraard is de volgende logische stap om hier te zijn bij het Artiestenfestival. Ontvang haar met een waanzinnig applaus. Live on stage, Maria Goozen. Schat, ik zie jij hebt verdriet. Wanneer jij de vaders van andere kinderen ziet, in je hart voelt het leeg en jij blijft maar hopen dat je vader weer door de deur komt lopen. Zo blij, je lach in zijn armen was
fijn. Te kort was hij bij ons, hij is een engel daarboven. Het is moeilijk, ik weet het, maar mijn kind, je moet me geloven. Want je vader is hier en hij houdt van jou. Al kun jij hem niet zien, hij waakt over jou. In je hart is hij heel dicht bij jou, jouw engel bewaarder. Mijn kind is de waarheid, dat is jouw eigen. Gisteravond keek ik even in de kamer van mijn kind. Met enkel het licht van de maan dat door de kamer scheen. En daar zag ik hem staan. Hij gaf haar een kus en verdween. Je vader is hier en hij houdt. Op de baan, voor hem geen weg, maar een
gezellig. Gezellig, jongens. Leslie Rosbach, geweldig dat je hier aanwezig bent. Ja, vind ik ook zeker. Ja, inderdaad. Je bent nog niet zo gek lang bezig. Je hebt 2013 meegedaan aan Bloed, Zweet en Tranen, volgens mij. Ja, klopt. Ja, er waren de voorrondes en het was eigenlijk een beetje de tijd dat ik een beetje aan het zingen was, maar niet serieus. Ik ben eigenlijk pas sinds 2018 bezig en ik heb nu 3 singles uitgebracht. 3 stuks al, ik heb er maar 1. Je hebt er maar 1? Ja, nee, ik heb er 3 uitgebracht. De laatste is natuurlijk Vuur en Vlam, die gaan we zo meteen doen. En die andere zijn allemaal vorig jaar uitgebracht. Ja. En ga ik nog even de oude doen vanmiddag? Misschien wel. Je mag 2 nummers doen. Misschien wel. Nou, we laten ons verrassen natuurlijk, hè? Natuurlijk. Ja. En dit nieuwe nummer is natuurlijk nog niet zo lang uit. Heb je het zelf geschreven? Samen met Wendy Mollet. Omdat alle 3 nummers hebben we samen geschreven, zeg maar. Ja. En het volgende nummer gaan we ook weer samen schrijven. Dus dat is natuurlijk leuk als je het met elkaar blijft doen. Ja, we kunnen ook met elkaar een duet doen. Ja, nou misschien. Wie weet. Vol verrassingen sta ik altijd. Dus, ja. Dat blijft ook altijd leuk om te doen, hè? Ja, toch? Ja, zeker weten. Nou, ik wens je heel veel succes vanmiddag. Ja, en heb je weer wat nieuws gegeven aan Gil? Komt goed. Jozef, dankjewel daar ook weer voor. En de volgende artiesten, hij zal aankomen. Rennen staat hier al klaar op het podium. En we zijn altijd blij om dat nieuwe verse vlees erbij te krijgen. Al zijn ze jaren in de muziek, hebben zij hun passie. Dat kunnen ze hier met ons komen delen. Zo ook is hij hier. En het applaus is voor hem, Leslie Rosbach. Dankjewel, dankjewel. We gaan lekker beginnen met mijn eigen singeltje. Die gaat zo. Die handen, die handen, die handen in de lucht leggen. Ja, voor de mensen die mee kunnen zingen, zingen we mee. Here we go. Oh, yeah. Komt ie. Toen ik jou daar zou staan, ging mij dat veel sneller slaan. Als een magneet en jij me steeds wat meer aan en aan. Je lieve lach naar mij en maak me gek, jij bent zo vrij. Vanavond wil ik meer. Je mooie bruine ogen, ik kon het niet geloven. Dit wordt de lange nacht, wie harder dan ooit verwacht. Draai me rond, schud een beetje kom, dansen tot de morgen komt. Allee jongens, dan zingen we met alleen 3, 2, 1. Jij zet mij in vuur en vlam, wat ben jij net blij van plan? Alleen, alleen, hoe je trekt zo met je kont, ik wist niet dat het bestond. Alleen, alleen, jij zet mij in vuur en vlam, wat ben jij met mij van plan? Alleen, alleen, kom jij maar eens dichterbij, zeg me wat wil jij van mij? Alleen, en wie met mij de liefde? Ik krijg je niet uit mijn hoofd, mijn liefje hebt me verdoofd. En als ik bij jou ben, dan geef ik me over. Ik heb niks te verliezen, want jij hoeft niet te kiezen. Hou je vast, ik kom eraan. Je mooie bruine ogen, ik kon het niet geloven. Dit wordt een lange nacht, wie harder dan ooit verwacht. Draai me rond, schud met je kom, dansen tot de morgen komt. Oké, we zien wat tweede ronde in 3, 2, 1. Jij zet mij in vuur en vlam, wat ben jij net blij van plan? Alleen, alleen, hoe je trekt zo met je kont, ik wist niet dat het bestond. Alleen, alleen, jij zet mij in vuur en vlam, wat ben jij net blij van plan? Alleen, alleen, kom jij maar eens dichterbij, zeg me wat wil jij van mij? Alleen. En wie met mij de liefde? Oh, oh, met mij de liefde. Vier met mij de liefde. Oké, we doen het voor de laatste keer. 1, 3, 2, 1. Jij zet mij in vuur en vlam. Wat ben jij met mij van plan? Alleen, alleen, hoe je trekt zo met je kont. Ik wist niet dat het bestond. Alleen, alleen, jij zet mij in vuur en vlam, wat ben jij met mij van plan? Alleen, alleen, kom jij maar eens dichterbij, zeg me wat wil jij van mij? Alleen, en wie met mij de liefde? Dankjewel! Jessie, goedemiddag. Goedemiddag. Ik moet altijd even in naam bellen hoor, maar...
Nog steeds? Ja, nog steeds. Nee, nou, goed, ik ken je van vroeger, dus je automatisch, dan hou je dat een beetje. Ja, ik ben mijn eigen naam een beetje vergeten, dus ja. Nou, hou het aan, dan vergeten we die gewoon. Ja. En weer een nieuw nummer in de maken? Ja, klopt. Ja. Ik heb een nieuwe single opgenomen. Weer bij Niels Limbeek en wederom zelf medegeschreven. Een beetje een wat pittige liedje, zeg maar. Wel een lekker krachtige meedijnen. Een beetje een combinatie tussen Gevaarlijk Dichtbij en mijn hit van 2017, Hemelsblauwe Ogen. Ja, ja, je stuurde me wat stukjes toe via de WhatsApp en ik heb het geluisterd. Ik vond het echt een lekker nummer. Ja, dat hoor ik meer. Natuurlijk, mijn vorige single Gevaarlijk Dichtbij, die hebben het heel goed gedaan. Dat vond ik ook wel heel spannend. Dus nou is het afwachten wat deze gaat doen. Alleen de plugger en iedereen waar ik mee samenwerk, die heeft heel veel vertrouwen in. Ja, 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 nou, ik belde vanmorgen een beetje plugger en die zei inderdaad hetzelfde wat jij nou zegt. Dus ja. Dat komt gegarandeerd goed. En hoe gaat het in Duitsland? Heel goed. Ik heb gisteren opgetreden in Dortmund. Dus was heel erg leuk. Daarom was je zo laat thuis vanmorgen? Daarom was ik heel erg laat thuis, ja. Ja, want ik belde je bijna wakker, hè? Ja, ik was net gedoucht, zeg maar. Dus ja. Ja. Ja, ik zag het al, de druppels kwamen uit de telefoon vanmorgen. Ja. Dus, maar goed, ik ben blij dat je er bent. Ja. Dus dat nieuwe nummer ga je hier nog vanmiddag brengen? Ja, klopt. En de titel is Bekijk het maar. En het tweede nummer wat je gaat doen? Dat is Hemelsblauwe Ogen. Alleen dan doe ik de Duitse uitvoering van Annemarie Zimmerman. Geweldig. Ik wens je heel veel succes vanmiddag. Dankjewel. Ja, precies, Jozef. We horen al alles van haar. Ja, en valt er nog meer te weten? Deze multitalent ook wel. Dit multitalent ook wel. We zijn blij dat ze weer bij is. Natuurlijk, regelmatig komt zij voorbij. En niet alleen Nederlandstalig, momenteel ook steeds meer Duitsstalig. Hoe fijn is dat? En hier, live on stage. Bij ons eigen, het Artiestenfestival. Hier is Jessie! Dankjewel. Niemand weet wie jij echt bent. Niemand die jou werkelijk kent. Jouw boek staat vol met leugens waarin ik heb geloofd. En jij bent echt die grote fout. Steeds weer heb ik jou vertrouwd. Jij liet mij geloven, speelde met mijn hoofd. Jij verzint jouw eigen waarheid, maar liefje, niets aan jou is echt. Bewaar jij al die valse woorden, maar je komt er niet mee weg. Je bekijkt, kijkt het maar met haar. Geef het op, dus ga nu maar. Gesteld. Er is me al zo vaak verteld dat jij te veel geheimen voor mij achterhoudt. Nee, je raakt me niet meer aan na wat jij mij hebt aangedaan. Want wat er dan ook is, het ligt toch nooit aan jou. Je ik.
Dus bekijk het maar, dus bekijk het maar. Dat gaan we zeker doen ook hier op TV. We gaan u bedanken voor het kijken. Hier de afsluiting met Jesse hier bij Het Artiest Festival. We gaan zeggen bedankt voor het kijken. Hou ons in de gaten. Kom gezellig een keer voorbij hier met al die leuke mensen. Kijk op de website www.hetartiestenfestival.nl. En we hopen jullie heel graag te zien. Tot binnenkort. Bye bye!